Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben hier met misschien toch wel de allerknapste man van Nederland, Thomas. Ja, dat ben ik. Godverdikke me. Ik dacht je dat alles ging aankondigen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, en normaal gesproken probeer ik dan altijd een grapje te zoeken. Maar nu dacht ik, weet je wat, ik ga eens een keer een compliment geven. De vorige keer dat wij filmden, was toen ook al die paprika going on. Ja, zeker. Dat was volgens mij toen aan het begin. Dan wordt tijd voor iets nieuws. Nu is hij compleet uitgemolken. Nee, ga je voor de banaan. Je zet hem ook gewoon weg. Ja, ja, ja. Ken je over dit? Nee, ik wil, dan ben ik hem. Oké. Okay. Die wil echt niet. Nee, ik hoef niet. Ga je nou echt skippen? Nu al gewoon disrespect gooien. Het is nog steeds december, waarin ik elke dag van de maand upload. Woo! En vandaag doe ik dat weer. Yes! En wil je nou dat het morgen weer gebeurt? Geef dan even een duimpje omhoog. Er moeten verdomme 13.500 likes komen op deze video binnen 24 uur. En dan komt er morgen weer een nieuwe. Maar goed, aangezien ik Thomas in de titel heb staan, moet het sowieso wel lukken. De laatste keer dat wij elkaar zagen was op de Afsluitdijk. Nee, ik was laatst nog op je feestje. Nee, maar dat online, was... Online bedoel je? Oh ja, online heb ik jou gezien op de Afsluitdijk. Ja. Dat was jammer, hè? Dat was spijtig. Maar gelukkig heb jij een video opgenomen hoe het ook had kunnen gaan. Maar daar heb je helemaal niks aan. Wel fijn, man. Dankjewel voor die uitnodiging dat ik het nog een keer mocht proberen. Vond ik wel chill. Bedankt voor die kans. Oh nee, wacht. Boef. Thomas, wat legendarisch dat je er bent. Ja, sowieso. Fucking vet. Het is lang geleden dat wij samen een video hebben gemaakt. Daarin gingen we toch wel heel plat zeggen of we mensen zouden doen of niet. Ja, dus jij dacht, laten we dat weer doen. Nee. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar nu niet met bekende mensen, want dan krijg ik gezeik. Vrouwen die dan zeggen, kan je echt niet doen. Kan je wel doen. Je kan echt niet over mij oordelen of je me zou doen of niet. Dan zou ik denken, dat is gewoon mijn mening. Jij staat nog met je titel op Instagram. Ja, vind ik ook een beetje plat, hè. Ja, ik ga wel half naakt voor de likes, maar dan mag je niet zeggen of, of je het ook echt lekker vindt. Juist. Of mooi vindt. Vandaag dacht ik, laten we maar wat anders doen, namelijk tinderen. Tinder. Ik tinder wel eens, niet met mezelf, maar met andere mensen. Het is eigenlijk gewoon mijn excuus om eens een keer met andere vrouwen te mogen praten. Stiekem wil jij gewoon heel graag naar andere vrouwen kijken. Stiekem wel, ja. Wanneer is de laatste keer dat je getinderd hebt? Gisteren? Nee, het is echt lang geleden, want ik weet niet, met Tinder een beetje uitgespeeld. Ja. Ik had gegeven ook een Tinder Plus account. Echt? Toen dacht ik, nou, nu moet het niet gekker worden. Wat is een Tinder Plus account dan? Nou, dan betaal je een maandelijks bedrag en dan kan je ook terug swipen. Wauw. Oh. Dus het is een spelletje. Je moet zo snel mogelijk pa. En denk ik, oh kut. En denk ik, ik kan nog terug. Je hebt wel redelijk wat Tinder uurtjes erop zitten, hoor. Ja, Tinder, maar dat is ook gewoon chill. De auto, trein, vliegtuig, gewoon bam, over. Hoe vaak ben je met iemand naar bed geweest via Tinder? Ongeveer. Ik ga even nadenken, maar volgens mij kan ik deze vraag niet beantwoorden. Concept is simpel. Ja, schitterend profiel. Dit is een foto waar je er toch wel even 10 jaar ouder uitziet. Maar wel, je ziet er wel mannelijk uit. Hier. Ja, testosteron. Ja, maar dat is echt. Het is een goede foto, lijkt net model. Ja, je lijkt er of een beetje op Joël Beukers, kan ook. Ga voor goud, breek de tent af! We breken die tent af! Ken je hem? Joël Beukers, dat is van een scoop in de boom, we gaan voor goud! Dat lijkt een beetje op zo'n guy die met hem zou hangen. Oké. Okay. Hero. Ik heb dat niet in het idee. Kijk, dit is nou, dit zijn die puppy ogen van Thomas. Hier raak je verliefd op, of niet? Dit is aan jou. Dit was jou? Ja, was dit in Gesso? Ja, dat was bij jullie. Die gingen bij jullie. Wat foto, man. Wat mooi. Dit is ook heel lang geleden. Ben je oké met deze foto's of moeten we nog wat aanpassen? Nee joh, let it go. Wat een legendarisch profieltje. Nou, fantastisch. Ben je er klaar voor? Ik denk dat we echt nul matches gaan halen. De eerste persoon hoef ik niet eens te blurren, want het gezicht is überhaupt niet zichtbaar. Moet je anders echt iedereen gaan blurren? Denk ik moet iedereen blurren. Anders heb ik serieus... Privacy schending. Ja, echt niet normaal. Mensen die dan helemaal die bedreigen en zo van haal het er nu af en shit. Ik ben echt leuk, man. Ja, mijn leven is goud. Eigenlijk moet je topspeeden, hè? Doe het helemaal op jouw manier, hè? Nou, we doen gewoon even. Je moet gewoon lekker zelf zijn. We gaan gewoon lekker liken. Kijken we het weer een match. Oh, ja, lekker vriend. Lekker maat. Emma. Netjes. Emma. Nee, Emma is echt motorrijden, alles, weet je wel. Tieten, mooie oogjes. Ja. Mooi bril. Leuk mutsje. Hier ook allemaal emojis. Maar wat is no FBW? Kan er naar. Wat is no FBW / ons? Oh ja. Is no FBW. Gadverdamme, zit gewoon paprika speeks in mijn taak. Gucci 29. Kijk, je hebt een match, papi. Zij is sowieso alleen maar. Zij hebben goede ass, houden. Jezus. Jezus, wat een kop. 29 jaar. Je hebt geen idee. Ik mag niet laten zien hoe ze eruit ziet. Maar ik wil dat de editor even een foto in beeld zet van iemand die er heel erg op lijkt. Zo ziet ze er dus uit. Hoi, Esmee met dikke tieten. Lekker inkijken. Wat voor wijven krijg je allemaal, jongen? Ja, die kies ik toch niet, hè? De Tinder hier. One Night Stands. Oh. Wacht even. Ik wil even een gesprekje met Emma. Nou, ga jij lekker gesprekken. Nee, jij gaat lekker praten. Doe gewoon alsof er geen camera bij is. Doe gewoon alsof je lekker in je eentje met je hand in je broek. Dag mevrouw. Oké. Nee, maar wat moet ik hier nou mee? Ja, ik kan er gewoon een lekker gesprekje aangaan. Nee, ik heb er geen zin in.
Dit is Ilse, zij is model. Ik hou van modellen. Oh. Hoe kijkt dit dan? Knap het hoor, hè? Zo. Wat voor tikkie. Je hebt geen super likes, dat is jammer, ouwe. Elke paardenmeisje, 51. Dat is leuk, joh. Doe even. Zo. Zo plaats je dit. Even die oksel. Hoezo plaats je dit? Die oksel mag wel in beeld. Ja, gadverdamme. Hoezo plaats je dit? Kan Nicky, je wel leren, hoor. Nicky, potverdikkie. Stuur me wat leuks. Nou, ik zou je zo leuk sturen. Oh, we hebben een super like. Woe! Lekker. Next level shit. We komen niet met boom, bap, boom, boom, bap. Je kan nu super liken. Als iemand vindt, even voor de kijkers die niet tinderen of dat nog nooit gedaan hebben. Als je nu iemand vindt waarvan je denkt, nou, dit is once in a lifetime, dan kun je super liken. En dan krijgt zij dus een melding dat jij haar geliked hebt. Nou, wat een heerlijke vrouw. Wat Judith. Een stoere poes. Judith, wat ik dus bizar vind, deze vrouwen zijn allemaal jonger dan ik, maar ze zien eruit alsof ze mijn oudere zus zouden kunnen zijn. Het zijn gewoon heel veel wassen vrouwen. Ja. Oh, kut, het gaat helemaal fout. Reisa. 36. Het gaat niet goed, hij loopt vast. Jongens. Nou, bedankt je wel voor het kijken. Vergeet niet 13.500 duimpjes omhoog te doen. Bedankt je wel voor het kijken. Godverdomme, Jeroen. Jeroen! Jeroen! What the fuck? Godverdomme, Jeroen. We hebben ervoor gekozen om Tinder Plus aan te schaffen. Dat kon alleen niet op mijn telefoon. Daar hebben we dus Thomas een telefoon voor. Maar we zijn de screen. Tinder Plus. We zijn de screenrek wel kwijt. We zijn er weer, dames en heren. We zitten even op een andere telefoon. En een Tinder Plus account. Jongen, ik heb matches, jongen. Dit zijn alle vrouwen die jou geliked hebben. Je hebt zien niet. Je kijkt niet eens hoe ze eruit zien. Maakt me niet uit. Ik wil gewoon een tieten. Nu is het toch eigenlijk even zonder dolle. Het hele principe van Tinder is toch weg nu? Ja, ik heb hem gewoon afgekocht. Ja, dit is gewoon nu mee. Dit is toch gewoon die rijke luister Tinder. Nu kan ik mezelf ook boosten. Boost jezelf, motherfucker. Gewoon een printje met tattoos. Heerlijk. Geil, geil. Tessa, Doe me niet. Danique, nee. Oh, 36. Lekker joh. Jana, hoppakee. Bij sommige mensen snap ik wel dat ze zeg maar liposuctie en zo hebben uitgevonden hoor. Dit is echt... Zo, wat een type. Gaan we nog hoor je dat? Ik hoor het. Dat is het alarm. Hoor je het alarm ook? Super like. Nee, het is alarm dat ik aan de beurt ben. Oh, oké. Dat je officieel de telefoon aan mij moet overgeven. Van het feit dat er 21 matches hebben, beginnen de verdacht weinig vrouwen zelf te praten. Ik zal maar even die opening zien gooien. Lisanne. Lisanne, je titel alleen naar. Ja. Dat is je opening. Nee, maar is toch fijn? Applaus! Nee, applaus! Maar, wil je genieten van het leven? Ik heb er nog nooit mee. Deze vorm van dit is gewoon de rich guy Tinder variant. Nee. Je hebt nu gewoon weer 17 likes van vrouwen. Als ze deze nu allemaal. Ja, heb ik 17 matches. Allemaal matches weer. Ja. Deze vrouwen hebben jou sowieso. Dat is goed voor je ego, hè? Ja, dit is genieten, jongen. Vorige keer had ik Jesse Meyer, hadden we niet eens altijd geld nodig. En toen hadden we ook ongeveer 36 matches. Oké, met wie moeten we even een gesprekje aanknopen? Ja, met een lekker wijf. Wie vind jij even zo op het eerste gezicht? Oké, tegen Nicky. Zeg dan een leuk verhaal tegen Nicky. Oké, je ging gewoon met heen. Dan kan je daarna kopiëren, al die meisjes sturen. Oké, ja. Kopiëren is shit gewoon. Hey, ik kom jou tegen op Tinder. En ik vind het eigenlijk doodzonde dat jij op Tinder zit. Want ik hoor jou, je hoort bij mij te zijn of zo. Zo. Doe jij het anders even? Nee, doe jij het. Nee. Jij kan vast wel. Nee, jij hoort niet te tinderen. Maar ik wil met jouw kinderen. Juist. Hocus Pocus Pilatus pas. Oh. Ik wou dat jij de echte Thomas van Stuk TV was. Ik snap het, ik ben zo onbereikbaar iemand. Dus wat zeg je nou tegen zo iemand dan? Ja, weet ik veel. Ja. Ik ben het echt, ja. Ja. Godverdomme. Ja, kies ik iemand uit om mee te tinderen waarvan niemand gelooft dat die bestaat. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe grappig was die opening? Ik denk dat die wel denkt dat het niet echt Thomas. Larissa. Larissa vindt de grap een 10 waard. Lekker chick. Jij mag weer. Oh, ja? Het is aan jou. Kijk, mensen beginnen een beetje te kletsen. Het wordt een beetje gezellig in Tinderland. Ja. Verdomme zegt, het heeft even 28 uur geduurd. Weet jij nog een leuke? Ja, naar de gesprek. Ik wil even naar het vrouwtje. Die maar dit vind ik het vermoeiste in Tinder. Dat je nog een gesprek moet voeren. Kijk, hou je bek, Nicky. Ben jij het beter dan? Ik vind dat die vrouwen wel allemaal negatief voor de dag komen. Dat is allemaal hard to get, hè? Je kan toch gewoon wat lekker positief zeggen van hey, wat leuk dat je dit bedenkt, Thomas. Hoor je dat geluid? Nou. Het alarm gaat af. Dat betekent dat jij nu... Je moet 3 mensen uitzoeken waarmee jij nu alleen nog maar mag praten. De rest moet je skippen. Ik wil sowieso de vrouw die niet gelooft dat jij Thomas bent. Hier, jij mag met Nicky door. We gaan door met Nicky en met de mevrouw die niet gelooft dat jij echt Thomas bent. Oké, Nicky vraagt, heb je al namen voor de kinderen bedacht? Kijk, jij houdt van aanpakken. Ja. Ja. Jip en Janneke. Of iets met Nicky. Nicky en Picky. Hey, je zit wel op een Tinder level. Geef me nu SO op jouw account. Wat een kut, hé. Ze is gewoon op zoek naar aan. Dit is dus een vrouwtje die niet gelooft dat jij stuk bent. Het lijkt echt alsof ik hier met een man zit die al 13 jaar een relatie heeft en die niet meer weet wat hij moet zeggen. Het is toch grappig te overleggen? Jij kan dit toch? Het zit ook in jouw DNA. Ja, maar ik had vroeger ook wel zo'n handleiding. Even kijken, hoe ging dat ook weer? Nee. Ja, handleiding.
Je klinkt als een oude man, jongen, met een dementie. Zeg dan gewoon, zeg ik ben aan het tinderen voor een video met Calvin. Ik ga je volgen op Insta, hoe weet je? Oké, even een quiz, hoe denk je dat ze gaat reageren? A. Wow, oh my god, had ik echt niet verwacht, holy shit. B. Sowieso nog steeds fake. Nee, ik of C. Ik denk dat ze heel cool gaat reageren. Ja, dat is altijd C. Nee, ik geloof die wel. Ik denk dat ze gaat hypen, ik denk dat ze voor A gaat. Ik denk dat zij die stiekem fangirl is die gewoon... Zij zegt net nog, ik geloof je sowieso niet. En nu, ik volg haar nu wordt ze sowieso gek. Wat zegt nou die kut die je net gevolgd hebt? Ja, doe normaal. Ik zie je wel. Wat is dit nou voor reactie? Doe normaal. Het voelt ook echt alsof jij met tegenzin... Nicky, opgroeien op het kamp was niet gemakkelijk. Oh. Welk kamp? Auschwitz. Je moet één van deze dames kiezen. En die moet je de meest ideale date voorstellen. En dan hoop ik dat ze ja of nee zeggen. Ja, dat moet altijd aan het eind van de Tinder-video's. Anders hebben we niet toegewerkt naar een climax. Ga je voor Nicky met de rijmpjes en zo? Ja, ja. Of ga je voor Charlotte, die chick die niet gelooft wie je was, maar nu wel omdat jij hebt gevolgd? Roxanne. Roxanne. En Roxanne is gewoon knap. Dan denk ik van... voor Nicky moeten gaan, toch? Ik zou het heel leuk vinden. Ja. Wat is voor jou de ideale date? Ja, op een bootje varen door de grachten in Amsterdam. Wijntje erbij, rozeetje erbij. Oké, okay, okay. Hapjes, met drankjes. Lekker in december, min 10. Nou, zou ik dan liever niet in december doen. In december zou ik gewoon... zou ik het leuk vinden om met mij een drankje te doen. Potverdorie. Wat een eer. En dan te eindigen met bodyshots in mijn bed. Wat is dit nou? Is dit voor jou de ideale date? Dat is een hele goede date. Tuurlijk, en dan man. Romantische films kijken. Niet dat ik dan seks ga hebben natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat doe je überhaupt niet met vrouwen. Dat doe je niet op een eerste date. Dat doe je überhaupt niet meer in anno 2018. Ik bedoel, dat is een beetje van vorig jaar. Ik denk dat ze ja gaat zeggen op het eerste deel van het ding. Maar op de bodyshot gaat ze denk ik skippen. Ik denk dat ze daar een beetje bang voor wordt. Laten we overgaan op de climax van deze dag. Want ja, dit was toch wel een van de meest legendarische Tinder video's ooit. Oh nee, wacht. Nee. Ze zijn iets te goed bevriend om... jij gaat dan meedenken hoor. Je moet meedenken. Echt? Als ze ja zegt, gaan we met z'n drieën. Ja. Ja? Geef deze video sowieso even een like, want bij 13.500 komt er morgen weer een nieuwe abonneren van mij. En ik ben heel benieuwd. Wat fijn dat je dat leuk vindt om met jezelf te doen. Wat is, dit? Ik zou het leuk vinden om met mij een keer... Dank je wel. Oh. Maar toegeven, maak je een typfout. Er ontstaan zoveel snel misverstanden online. Fucking hell. Ik bedoelde met jou. Nou, we stellen hem nog even uit, jongens. De climax laat nog heel even op zich wachten. Ik kan toch Nicky even een reminder sturen? Ja, hier, geef mij maar. Even een reminder. Nicky, wat is daarop uw antwoord? Nee, dat is nu al ja gezegd. Ja. Lang verhaal kort, Thomas vindt Tinder kut, ja, omdat... Tinder is gewoon 2017. Want? Want het duurt te lang voordat je antwoord hebt in moeilijk... Maar is het ook niet... aanvoelen, weet je. Maar is het... Als je in een café of ergens op een feestje, dan kan je ook meteen gesprek hebben. Ja, maar dat is... Kijk, jij bent ook sociaal supersterk, maar voor mensen die sociaal niet sterk zijn, daar is dit briljant voor. Eigenlijk ben jij gewoon... Dus wil je eigenlijk zeggen dat alleen maar losers op Tinder zitten? Eigenlijk wel. Dat is het moraal van het verhaal. Er zitten alleen maar losers op Tinder. En Thomas is geen loser en daarom was dit één groot succes. Thomas, bedankt. Als je zin was gestopt bij een drankje doen, had ik ja gezegd. Maar ik hou niet van romantische films en bodyshots in de bed. Mwah. Je moet wel iets beters komen. Dit is letterlijk wat ik zei. Dat eerste gedeelte vindt ze goed, maar die bodyshots, dat gaat te ver, denk ik. Ja, maar het is toch niet zo'n beetje saai om een beetje een drankje te doen? Maar ja, dat is wel... Nee, helemaal niet. Ja, wel. Dat is toch al super spannend voor Nicky. Ik bedoel, ze zit op Tinder. Ze zit alleen maar losers op Tinder. Oké, dankjewel Nicky. Dan gaat het erin worden. Love you, de ballen. Later.